Wie vanochtend op zijn weerapp keek en zonder paraplu of regenjas de deur uit is gegaan, heeft waarschijnlijk flink gebaald vandaag. Een radartoren van het KNMI had een storing, waardoor de voorspellingen van vanochtend niet klopten. En inmiddels is het geen grote verrassing meer, maar het heeft de hele dag geregend. En hoe komt het nou dat de regen maar niet lijkt te stoppen? Regen, regen en nog meer regen. We hebben te maken met een extreem nat voorjaar en eigenlijk een heel nat jaar. De extreme natte periode is deels te verklaren door het natuurverschijnsel El Niño en La Niña. Op dit moment zitten we in een El Niño-periode. Tijdens een El Niño-jaar is het zo dat het natter is in Nederland. Ook het voorjaar is natter, dus dat is ook uitgekomen. De grootste oorzaak is de opwarming van de aarde. De lucht en het zeewater zijn erg warm. Het weer kwam de afgelopen maanden meestal uit het westen, dus vanaf de oceaan. En als je warm zeewater hebt, ja, dan kan er natuurlijk heel veel verdampen. En sowieso kan warme lucht veel meer waterdamp bevatten. Ja, en als dat allemaal onze kant uitkomt, dan worden de regenmetels natuurlijk heel gauw gevuld. El Niño is nu langzaam aan het veranderen in de tegenhanger La Niña. De zomer lijkt dan ook gewoon warm te worden, met waarschijnlijk wel nog wat flinke buien. En er is zo ontzettend veel vocht gevallen. Dat kan natuurlijk allemaal weer verdampen, dus we zijn nog niet helemaal af van de buien. Het zou best kunnen zijn dat we in de loop van de zomer wel weer overgaan naar een wat droger weerpatroon. Dus wat dat betreft is het nog een beetje koffiedik kijken. De buien lijken ook moeilijk te voorspellen. 'S Ochtends kijk je in de weerapp en is de voorspelling dat het droog blijft. Toch begint het op de fiets ineens te regenen. Hoe kan dat nou? Een radar die laat natuurlijk het moment zien dat er regen valt. Hè? Dus zo werkt dat. En dan extrapoleert hij. Maar ja, zo zit de atmosfeer niet in elkaar. Je kunt niet een lineaaltje leggen langs een bui en zeggen, nou, over 10 minuten is die daar. En soms maakt hij een draai naar links of een draai naar rechts. Dan gaat hij activeren, dan gaat hij afnemen. En dat kun je eigenlijk alleen maar zien als je zelf naar een wolk kijkt.